De prijzen van aardappelen en uien vertonen een stijgende trend. Dit komt door een plotselinge schaarste als gevolg van de hittegolf die momenteel door Europa woedt. Door deze aanhoudende droogte is een aantal oogsten namelijk mislukt. Minister Stefan Tsang van Handel, Industrie en Toerisme geeft aan dat zijn ministerie deze trend al enkele weken volgt. En het baart ons wel zorgen en we verwachten dat deze trend zich zeker nog 3 maanden zal aanhouden. In de tussentijd zult u hebben gemerkt dat de prijzen van voornamelijk de aardappelen en de uien flink zijn gestegen in de winkels. Wij van het ministerie van Handel, Industrie en Toerisme zullen er alles aan doen om de prijzen in de winkels beheersbaar te houden. We volgen de ontwikkelingen op de markt en we zijn in samenwerking met het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij ook bezig om alternatieven te bekijken voor producten als aardappelen. En zeker ook om onze eigen productie te stimuleren. Het is een zorgwekkende situatie met de prijzen, maar het is ook een kans voor ons om onze eigen productie op gang te brengen en om onze eigen producten te promoten. De minister vraagt de samenleving begrip voor deze situatie. Ook zegt hij dat de burgerij via de consumenten-app mogelijke prijsopdrijvingen kan doorspelen. Tsang vindt het erg dat er in de samenleving geruchten de ronde doen, al zouden de prijsstijgingen te maken hebben met de aangekondigde salarisverhoging van ambtenaren. Daar is niets van waar. Er is momenteel sprake van een hittegolf in Europa. En als gevolg daarvan zijn de oogsten zwaar tegengevallen in Europa. De mediaberichten in het buitenland liegen daar niet om. De prijzen zijn de afgelopen paar weken flink omhoog gegaan, van voornamelijk aardappelen. En dat is ook merkbaar in de schappen in Suriname. De prijsstijgingen van dit soort importproducten zijn buiten onze invloedssfeer. En wij roepen nogmaals de samenleving op om de eigen producten te blijven ondersteunen. Aldus minister Stefan Tsang van Handel, Industrie en Toerisme. Hij doet de belofte samen met de ministeries van LVV en Financiën erop te zullen zien dat de eigen producten volledig worden verkocht.